Ja, een mooie bosrijke omgeving hier in Albrandswaard. Het restaurant van Abel. Ja. Van Remco Abel. Ja, en Sigrid. En Sigrid, uiteraard. Ja. Mag ik niet vergeten. Nee, het is belangrijk om te vermelden. Ja. Een echt familiebedrijf, wat al een aantal jaar bestaat. Tenminste, een aantal jaar. Al wat langer. Al 15 jaar zitten we in Portugal, precies te zijn. Aan de jachthaven van Roon, om het nog verwarrender te maken. Ja. Bij de Roonse Grienden, om het nog verwarrender te maken. Maar in de gemeente Albrandswaard. Ja. Ja, inderdaad. Een restaurant. In de loop der jaren is er een pitch- en putgolf bijgekomen. Een klimbos. Maar wat het belangrijkste denk ik voor de kijkers is om te weten, wat leuk is natuurlijk. Wie is Remco Abel nou eigenlijk? Ik ben Remco Abel dus. Ik ben 43 jaar oud. Moest ik even over nadenken. 43 jaar oud. En horecaondernemer sinds 1999 hier in dit pand. En al in de horeca werkzaam eigenlijk mijn hele leven. Mijn ouders hebben vroeger het kasteel van Roon geëxploiteerd. En dat heeft mijn vader verkocht in 1999. En heel toevallig kwam dit vrij. Dit ging, de voormalige Johannapolder ging failliet. En mijn vrouw en ik konden dit gaan doen. Een hele mooie uitdaging op dat moment natuurlijk. Hoe is het vanuit daar gegroeid? Ja, allereerst moet ik zeggen dat iedereen ons of zichzelf afvroeg van wat gaan jullie doen in een zo achteraf en niet in de stad en niet op loopafstand van winkels of nergens middenin. Maar ja, wij geloofden erin en wij geloofden erin om een bijzonder restaurant neer te zetten op een niet zo logische plek. Dus toen zijn we begonnen en eigenlijk alleen maar met een soort van restaurantje spelen. En van de restaurantje spelen is het uitgegroeid naar een volledig volwaardig horeca- en recreatiebedrijf met pitch en put en met klimbos en met wandelarrangementen, maar met bruiloften en met feesten, partijen, eigenlijk van alles. Ja. Nou, Remco, je stipt het net al zelf aan, het prachtige klimbos. Kun je daar eigenlijk meer over vertellen? Want wat is een klimbos? Wat houdt dat precies in? Ja, het is in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Wel voor de Nederlanders die in Frankrijk en Duitsland op vakantie zijn geweest wellicht. Het is een parcours tussen de bomen, een klim- en klauterparcours. Je wordt volledig verzekerd. Word je eigenlijk in tussen de bomen losgelaten. Hè? Je klimt een trap op en begint op ongeveer 4 meter en eindigt op in ons bos ongeveer 8, 9 meter. En we hebben 3 parcours en je gaat klimmen en klauteren. En dat is zowel voor kinderen als voor volwassenen een hele uitdaging om dat helemaal goed te volgen en af te maken. Maar als je het dan af hebt gemaakt, dan is het echt geweldig. Geweldig dat het gelukt is. En iedereen komt er helemaal heel huis uit hoor. Dus wees maar niet bang dat je eruit kan vallen. Want je zit, het schijnt ook vrij pittig te zijn. Ja, het is echt wel pittig. Maar je bent volledig gezekerd. Dus je zit continu vast aan een lifeline. En je kan er pas af op het moment dat je uit de boom bent, van de trap af bent. En daarbij is dat het ook nog onder controle, onder toezicht van instructeurs en rescuers. Dus als je echt niet meer durft en echt niet meer verder kan of vastzit, dan word je eruit gehaald door de instructeurs. Ja. Een andere belangrijke toevoeging voor het restaurant was in 2010, het pitch and putt. Nou, iedereen kent het normale golfen natuurlijk. Ja. Ja, pitch and putt is dat voor iedereen beschikbaar is. Je hoeft geen ervaring te hebben van golf. Je komt hier aan. Je krijgt materialen mee, je krijgt een korte uitleg over de regels van het spel. Hè? Want je moet je wel aan regels houden. En je krijgt een korte instructie over hoe je het beste kan slaan. Ook niet onbelangrijk. Zeer belangrijk in zijn sport. En dan ga je de baan op. En dan moet je het zelf gaan ervaren.
Het is leuk om kennis te maken met golf. En het is een hele leuke vorm van recreatie. Wat je op zondagmiddag met je gezin gaat spelen. Of met een bedrijfsuitje gaat spelen. Of met een familieuitje gaat spelen. Ja. Want iedereen kan erop. En ook kinderen vanaf 8 jaar die kunnen het heel goed doen. Gericht op de toekomst. Wat zijn nog concrete plannen die jullie voor de komende jaren? De bedoeling is om bij het Klimbos een horeca locatie nog aan te leggen. Dat betekent dat we daar een soort van boshut willen gaan bouwen. Echt houtbouw boshut waar we pizza's en pannenkoeken willen gaan verkopen. Met ambachtelijk ijs en wafels en poffertjes. Ook op de kinderen gericht, hè. Ook op het Klimbos gericht. Ik geloof in de interactie tussen activiteiten en horeca, hè. Dus dat heel goed samengaat. En ik geloof ook in de combinatie van natuur, het beleven van natuur en recreatie en horeca. Je ziet ook dat bij de overheid dat besef binnenkomt, dat er in veel natuurgebieden en recreatiegebieden wordt samengewerkt in plaats van tegengewerkt met horecabedrijven. Ja, dus er komt steeds meer besef is dat horeca juist ondersteunend kan werken op het genot van mensen in natuurgebieden. En dat proberen wij hier ook mee te geven. Remco, hartstikke bedankt. Dankjewel. Voor je medewerking.